Wij zijn Herman en Gea en in 2015 hebben we ons huis verkocht en nu wonen en werken we vanuit onze camper. Wij promoten deze lifestyle omdat ons leven er veel goedkoper en leuker door geworden is. Het is 5 december 2020. We rijden nu in Batman. We gaan naar parking Sporthal Uitvlug. Het is een gratis plekje. En die zit op de Prinses Margrietlaan 14. En zoals ik had gezien, hebben ze daar maximaal 2 plekjes. Ja, dat wordt wel vaker gezegd en er staan er meer. Dus ja, dat is altijd maar bekijken. Heel vaak wordt het gedoogd, hè? Ja. Als er dan meer staan, dan niet iedereen in de gemeente doet dat moeilijk op. Sommigen wel, maar niet iedereen. Maar dat was voor mij op loopafstand van de Jumbo, geloof ik, hè? Ja, voor mij was dat niet zo heel veel. Het is ook maar een klein plaatsje. Ik kan me ook niet voorstellen dat ik hier vroeger ooit geweest ben. Nee, joh. Het lag onder de rook van Deventer, geloof ik, hè? Ja. Ten oosten, hè, van Deventer. Waar moeten we dan daarheen, hè? Ja, langs het spoor en daar heb je het spoor links. Het is prachtig mooi weer vandaag. Ja, de zon die brandt naar binnen. Ja, we hebben de kachel al bijna uitstaan. In de cabine dan, hè? Nou, misschien. Prachtige dag. He, want ja, voor hetzelfde geld, daar hebben we ook wel schade natuurlijk, hè, dat je camperplaats wilt filmen, dat regent. Ja. Dat is altijd jammer. Nou, moet je even kijken, daar staat rechtsaf 110 meter dus. En we moeten nog 370. Ja. Begraafplaats. Aula, Sporthal, Sportpark. Ja. Dus ja, we zijn in de buurt. Een hele grote begraafplaats, zegt tegenover. Ik ben ook wel benieuwd of we hier ook nog een leuk kunnen wandelen. Ja. Even zien, Margrietlaan. Prinses Margrietlaan. Ja, volgens mij heb je daar de Sporthal. Ja, kijk, daar staat een potje met camper. En er is helemaal niemand. En dat op zo'n mooie, prachtige dag. Kijk, er zijn ze 2 plekjes, maar dat klopt wel. Maar er is, die staan niet naast elkaar. Dat is wel mooi. Dus je staat niet met camper naast elkaar. Je hebt daar en daar. Ja. Ja, zeg maar links of rechts. Links? Maar links, ja. Nou ja, druk zal het niet zijn, want volgens mij... Ik weet niet of er al gesport mag worden. Volgens mij hebben ze hier de tennisbaan. Het allemaal, ja, lijkt wel anti-worteldoek wat erop ligt. En ze denken mee bezig. Ja. En daar aan de overkant heb je dan de begraafplaats. Ja. Nou, dat is wel lekker rustig zo, hè? Heb je nog een soort boerderij, wat is het? Een rieten dak met allemaal mos erop. We staan op de plek. En er stond erbij, de lengte was onbeperkt. Ik ga even afstappen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nou, 11 meter kan. Ik denk 12 van wel, steek je aan de achterkant een beetje uit de voorkant. Maar ja, hoeveel campers heb je van 12 meter lang? Zijn er niet zo heel veel. Mooi rustig plekje dit. Je ziet wel de bomen. Die zijn nou kaal, hè? Er zit geen blad meer in. Maar ik weet nog dat we in Deventer aan het werk waren. En toen zouden we hier ook staan. Van het zomer. En hebben we dat niet gedaan. Omdat, ja, dan
En de zonnecollectoren kregen natuurlijk geen licht genoeg. Hè? Dus dan zit je zonder stroom. Dus vandaar dat we dat toen niet hebben gedaan. Maar zoals nu, het blad uit de boom is. Prima toch? Laten we even kijken wat het daar is. Ik vind het wel mooi zo, dat mos op een zitten dag. Het is de aula van de begraafplaats. Vandaar. Nou, zullen we eens even kijken wat Batman, ik zeg altijd Batman, Batman, wat er van plaats is. Of hier ook nou, een centrum is met dingetjes hè, die de moeite waard zijn om te bezichtigen. En leuke winkels. Ik dacht dat ze hier bezig waren met het voetbalveld. Maar kijk eens, dit is een beachvolleybal. Allemaal strandzand dus. Daarom ligt dat doek eroverheen. En dan blijft het een beetje schoon. Anders komt al dat blad en die eikels natuurlijk erin. En dat is niet de bedoeling. We lopen nu in het centrum. En er was net markt. Daar zijn ze net mee opgehouden. Dus we zijn net te laat. Maar, moet eens kijken. Daar heb je de bakkerij. Daar een café. En daar volgens mij een groot restaurant. Lijkt het mij. Bode in Batten. Ik kan het verkeerd hebben, maar het lijkt me een restaurant. En zo zagen we ook een aantal winkels. De Jumbo en zo heb je hier. Dus ja, er is eigenlijk alles wat je nodig hebt, kun je hier wel krijgen. Hier staat Batten anno 1814. 1404 inwoners. 135 woningen. En daar is het 1914. 1623 inwoners. 325 woningen. En daar heb je Batten 2014, 5619 inwoners, 2293 woningen. Dat is wel mooi hè, om even te weten. Het groeit dus wel. Even een wandelingetje langs het Schipbeek, zo heet het water. Dat is dan een wandelpad. En een eind verder gaat hij over naar een fietspad. Hier lopen we over het asfalt, hè? Het fietspad zeg maar, waar je dus ook kunt wandelen. Het is echt een, ja, het is niet heel ver lopen, hè? Het is misschien, ja wat zal het zijn, 2 kilometer, 3? Ja, ongeveer. 2-3 kilometer, dat schatten wij tenminste. Langs de woonwijk hier, hè? Langs de rand van het dorp, of is het een stadje? Ja, weet ik niet, maar als je dan hier langs fietst. En je fietst 11 kilometer die kant op, dan ben je een halte. Ja, dus dat is ook wat te doen. Ja. Maar we lopen nog een paar honderd meter die kant op, dan gaan we naar links en dan lopen we ook zo weer naar de camperplaats. En dan zullen we even zien of we lekker kunnen slapen daar. Hè? Ja, het rustig is. Ja. Nou, we hebben heerlijk geslapen, echt. Het is hier hartstikke rustig. En er zijn nog buren bijgekomen, daar eentje. En daar. En die waren ook hartstikke rustig. Dus wat dat betreft kunnen we dit plekje aanbevelen.